Hey, dit is het Kidsweekjournaal van woensdag 3 juni. Met een grote fietstocht, de bekendmaking van de winnaars van de Hellendoornprijsvraag en kort nieuws. Maar we beginnen met een zeehondbabytje. In het voorjaar werpen zeehonden hun jongen. Meestal gebeurt dit eind juni, begin juli. Maar het zeehondje uit dit filmpje was er wel erg vroeg bij. De eerste huiler van 2009 is gisteren bij Ecomare binnengebracht. Deze te vroeg geboren zeehond werd onderaan een dijk op Texel gevonden. Zeehond Tinus lag half onder water tussen grote stenen en liet het typische huilende geluid horen waarmee hij zijn moeder roept. Omdat die niet in de buurt was, hebben medewerkers van Ecomare hem meegenomen. De groep scholieren beklimt binnenkort de Alpe d'Huez per fiets. Dit is een grote berg in Frankrijk. Ze doen dat niet één keer, maar 6 keer. De leerlingen worden gesponsord en de opbrengst gaat naar het kankerfonds. 13 leerlingen van de Roland Holst School trainen vandaag voor het laatst. Na een voorbereiding van 3/4 jaar in Nederland mogen ze donderdag aan het echte werk beginnen. De Alpe d'Huez. Voor alle scholieren een nieuwe ervaring. Nou, ik had eigenlijk niet echt gewoon op de racefiets gezeten van tevoren. Ik had 1 keer met mijn vader heb ik erop gezeten, maar verder niet. De eerste keer dat ik erop ging met pedaaltjes, ja, ging ik hard onderuit. Hebben jullie er nou veel voor getraind? Ja. Elke zondag en door de week nog een paar keer. Dus volgens mij zijn we wel goed voorbereid. Ik zie het wel voor me als een zware uitdaging. Zwaar, zeg je ook? Ja, zwaar. Ik heb filmpjes gezien dat ik denk, oh, moet ik dat ook doen? Ik zie het wel gebeuren. Ik ben wel vet zenuwachtig. Dus ik hoop wel dat ik die berg op kom, maar dat gaat vast wel gebeuren. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Afgelopen week bezocht het Kidsweekjournaal groep 6 van basisschool Samsam uit Oosterhout. De klas van juffrouw Mirre heeft namelijk de Hellendoornprijsvraag gewonnen. En het Kidsweekjournaal besloot ze het nieuws persoonlijk te vertellen. We hebben alle vragen verzameld. En iedereen heeft een mailtje gestuurd naar Kidsweek. Kunnen we vaker meegaan aan prijsvragen? Alleen dan winnen we nooit. Elke keer 4 geworden. That future flow, that digital spit, next level. En dat zijn jullie geworden. Kort nieuws. Morgen zijn er Europese verkiezingen in Nederland. Iedereen boven de 18 jaar kan zijn stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Dit is de regering van Europa. Niet elk Europees land stemt donderdag. Veel andere landen stemmen op een andere dag. België gaat bijvoorbeeld zondag pas stemmen. Fransman Alain Robert heeft dinsdag in de Australische stad Sydney een wolkenkrabber beklommen. De politie kon de klimpartij niet waarderen en arresteerde de klimmer met de bijnaam Spider-Man. Heb je vorige week de journaals gekeken? Dan heb je vast wel gezien dat we toen een leuke prijsvraag hadden. Vandaag is de laatste dag om de goede antwoorden uit de journaals te mailen naar journaal@kidsweek.nl. Tijd voor het weer. Vandaag is het een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Ongeveer 17 graden. Morgen wordt het nog iets frisser en er is kans op een buitje. Dit was het voor vandaag. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar journaal@kidsweekjunior.nl. Morgen zijn we er weer. Doei!